Hey, allemaal uitjes, budgetvriendjes en menupleetjes, geen idee. Welkom hier vandaag. Jullie dachten natuurlijk, er komt een recept. Nee, er komt vandaag geen recept. Want ik heb niks te koken, want mijn vriezer zit helemaal vol. En daar gaat het vandaag ook over. Jullie zien hier achter al wat staan. Ik heb een heel menuplan gemaakt voor de hele maand. Aangezien mijn vriezers bomvol zitten, heb ik niet heel veel boodschappen nodig. We moeten toch alles gebruiken. Niks moet te lang blijven, zeg maar, zodat het overdatum raakt. Hoewel met vacuüm is het vrij lang houdbaar, maar ik heb ook wat overschoteltjes. Ze beginnen tegen de datum aan te lopen. Dat was zeg maar wat ik in januari, februari bijvoorbeeld heb gefilmd. Dus die moeten ook op staan op en met het menuplan heb ik alles ingericht. Want ik hou alles bij in Excel qua wat er in de vriezer zit. En we zijn inmiddels al bij de eerste week is bijna voorbij. Ik heb er ook bij gezet of ik er eventueel wat nog voor nodig heb. Daaruit maak ik dan weer een boodschappenlijstje. Op dit moment bij de Aldi, want we shoppen een hele maand bij de Aldi. Jullie hebben afgelopen vrijdag de shopvlog gezien. En ik heb boodschappen gedaan tot en met de 9e. Dus zoals maandag aten we gevulde paprika's. Die hebben jullie mij ook zien maken. Was een test of dat werkte. En ik moet zeggen, fantastisch. Was een blikje tomatenblokjes erin doen. De gevulde paprika's bevroren daarbij in de ovenschotel. In de oven, uurtje op 180. Ik geloof dat ik het laatste 20 minuten op 200 heb gedaan, ook om wat bruin te laten worden. En perfect. De paprika's waren niet, die waren perfect. Ook niet dat taaie velletje wat je wel eens krijgt met slowcooker. Nee, het was zalig. En het menuplan is trouwens ook zo ingericht. Op maandag en vrijdag werkt John vaak laat. We weten nog niet zijn rooster, dus we weten niet precies wanneer. Maar dat zijn wisseldagen waardoor hij wel eens laat werkt. En daarom heb ik gekozen dat we of rijst of pasta aten. Of een restje van de dag ervoor. Dus daar is rekening mee gehouden. Woensdag aten we Franse kip. Die hebben jullie bij Elsie maken. Die was pas geleden. Kip gemarineerd met dille, peterselie, knoflookpoeder, uienpoeder. Of tenminste, volgens mij verse knoflook, uienpoeder. En olijfolie, volgens mij ging die niet veel meer in. En dan hadden we groenten en aardappels bij. En die gingen in de oven, op een ovenschotel. Gisteren heb ik een risotto gemaakt. Met een zakje pulled beef, wat Kaplan had gemaakt uit de vriezer. En een kielbassenworstje, twee in stukjes gesneden. En paprika heb ik er aan het eind doorgedaan, zodat je nog een knappertje had. John heeft vandaag het restje mee, want die heeft vandaag een late dag. Ik neem dit op vrijdag op. Weet u dat? We zouden vandaag eigenlijk gehaktballetjes met in ketchup, paprika ketchupsaus eten met rijst. Hij heeft een restje risotto mee. En ik heb witlof met ham en kaas. Want dat zijn eenpersoons porties die niet in de magnetron kunnen. Dus die eet ik dan. Morgen eten we kip in tomatensaus. Is ook een vriezermaaltijd. Eigenlijk alles komt wel een gedeelte vanuit de vriezer. Daarbij eten we tortelloni. Die doe ik er het laatste half uur bij. En spinazie gaat er ook nog bij. En ik denk dat er nog wat roomkaas doorheen gaat. Ik gebruik voor roomkaas al het mascarpone van. Dat vind ik persoonlijk lekkerder. Zondag eten we cordon bleu overschoteltje. Die is, als jullie dit zien, zondag online gekomen. Met nog wat andere dingen. Het was een kippendijen meal prep. Daarbij eten we gegrilde groenten. Ik heb een zak in de vriezer zitten van de Albert Heijn. Daar gooi ik wat van op de bakplaat. Met, ik denk dat ik rustig maak. Want ik heb aardappels afgelopen woensdag gehaald. Dan maandag eten we chili con carne met rijst erbij. Ik heb nog een klaargemaakte zak in de vriezer. Dus die ontdooien we op zondag. Zodat we op maandag hoeven rijst te koken, verdelen over twee bakjes eten. Voor 's avonds. Ik warm het op in de oven. John die warmt het op zijn werk in de magnetron.
Mits die laat is, maar dat weten we nog niet, want de trooster is er nog niet, helaas. Dinsdag eten we ravioli lasagne en appelkrokant. Beide in het vriezen en voor de rest hebben we er niks dus voor nodig, lekker makkelijk. Woensdag moeten we nog boodschappen voor doen. We eten als groente bloemkool, want volgens mij heb ik dat nog in de vriezer. Met Mexicaanse kip gekruid. Volgens mij met kimchi-kruid had ik die gekruid. En aardappels, ik denk allemaal uit de oven. Donderdag is toch een beetje twijfelachtig. Wat tenminste, eigenlijk is vrijdag. Donderdag is twijfelachtig. Want mijn vader is jarig en ze zijn in Zeeland en ik ben vrij. Dus misschien ga ik naar Zeeland toe. Maar dat weet ik nog niet. Dat ligt een beetje aan hoe som moet werken. En anders maak ik, s'avonds zet ik dan als ik thuis kom de truffelkip in. Zodat we vrijdag truffelkip en pasta kunnen eten. En waarschijnlijk kook ik ook gelijk de truffelkip. Het is kipfilet, dus die hoeft maar 3 tot 4 uur in de slowcooker, dus dat kan. Hebben we vrijdag ook gelijk gehad, dat was makkelijk hè. Zaterdag eten we tortellini-bake plus salade, sla moet ik dus halen als enigste. Zondag eten we gehaktballetjes in zoetzure saus met daarbij rijst. Daarvoor hebben we niks, hoef ik niks te halen. Maandag eten we, is er sowieso voor 1 persoon wel een restje van zondag. Bij mij staat witlof met ham en kaas, maar dat eet ik dus vandaag. Dus ik denk dat het groente lasagne wordt, want daar heb ik 1 persoonsporties van. Dinsdag eten we ongevulde paprika's plus rijst. Hoeft ook niks voor te komen. Is allemaal vriezermaaltijd. Heb ik ergens maart volgens mij gemaakt. Woensdag ravioli lasagne plus weer appelkrokant bij de vriezer. Donderdag rode kool met aardappels en de slaving. Alleen de aardappels zijn vers, de rest is ook weer vriezen en klaar. Slavink moet wel klaargemaakt worden hoor, maar dat doen we in de oven. Met de aardappels gaan ook in de oven, rode kool warmen we op in het pannetje. Werkte de vorige keer heel erg goed. Vrijdag pasta bolognese, dan doen we de avond ervoor doen we de pasta saus al ontdooien. Pasta koken erbij, voor mij in een aluminium bakje, voor John in een Chinees bakje. Zaterdag andijvie met aardappels en gehaktbal met ziel. Alleen de andijvie moet komen bij de aardappels. Hebben we denk ik dan nog. Maar het kan zijn dat die dan ook weer moet komen. Ik heb hier wel een beetje raagtips. Maar zondags eten we kip stroganoff met pasta. En de kip stroganoff is wel voor 4 personen. Dus maandag maken we die nog een keer en eten we met rijst. En misschien dat ik spinazie haal en dat ik er dan nog spinazie door doe. Voor de groentje, noem het maar even. Dan die dinsdag eten we quesadillas met pulled beef, wat paprika, kaas en dan in de koekenpan of in de grill, tot grillapparaat. Dan hebben we gehaktballetjes in champignonsaus. Ik denk dat we die met de rijst eten, zo te zien, wat we verder eten. Donderdag tortellini bake en ik maak gelijk de kipcurry voor de vrijdag, mits John dan laat moet werken. Als hij vroeg moet werken, maak ik gewoon kipcurry op die vrijdag zelf. Dan jagerskip met groente en aardappels. En daar moet ik dan wel groente voor halen. Dan zondag de Italiaanse kip plus pasta, die is ook helemaal klaar, alleen de pasta moet ik nog koken. Dan hebben we pasta saus met gehaktballetjes. Soms moet je je eigen ding vertalen. Dus pasta moet er wel voor gekozen worden, mengen en dan weer verdelen. Mits hij laat is. Dan eten we de dinsdag tomaat, kaas, kip. Die hebben jullie afgelopen zondag kunnen zien. Met pasta en iets van groente. Wat weet ik niet, maar het kan dat het een beetje combi wordt van wat we verder nog eten. Dan eten we de woensdag gemarineerde kip. Ik denk de Indiase
zo te zien wat we verder eten. Maar dat kan ook zomaar een ander worden. Met groenten en aardappels ook. Donderdags, dan zitten we al op 1 juli. Dus weten we nog niet precies, maar het zou kunnen. Eet ik witte kipje, die was erg lekker. Ik heb er toen alleen een foto van gemaakt. Ik heb hem wel gemeal-prept afgelopen zondag, hebben jullie dat kunnen zien. En ik had de rijst erin meegegaard. Later, die heb ik wel toegevoegd in de slowcooker. Dat was niet zo'n goed idee, daardoor werd hij erg zwaar. Ik heb de volgende dag heb ik hem heel erg verdund als een soort van soep. Maar nu doen we gewoon rijst erbij koken. Werkt beter. Die eten we 2 dagen, want die vrijdag zal John wel laat moeten. En dan eten we gehaktballetjes in tomatensaus met tortellini. En de spinazie past er niet meer op, maar dan zal ik ook wel spinazie waarschijnlijk doordoen. En dan 4 juli eten we pulled pork Mexico met een tortilla en groenten. Nou, en zo heb ik het. Dit komt dus allemaal uit de... Oh, nee, laat ik het zo zeggen. Overal komt minstens 1 onderdeel uit de vriezer. Dus nou, als jullie kunnen ook zien, hoef je niet heel veel boodschappen te doen. Ik had toevallig net voor komende week alvast het Aldi-lijstje gemaakt. En ik geloof dat ik op 19 producten kwam. Nou, dat is bijna niks. Maar dat gaan jullie komende vrijdag zien, wat er allemaal in zat. Ik heb vandaag ook nog boodschappen gedaan, want vandaag ging pas de kar van 7 in de aanbieding, dus die heb ik gekocht. Gelijk 8 flessen, want het scheelde best wel veel. En we hadden ook stroopwafels, die waren net zo duur. En we hebben een zak koffiebonen van de Aldi, en die gaan we proberen. Nou, dat was het. En ik hoop, het is te warm ook op trouwens om te koken, dat geef ik ook gelijk toe. Dus ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Geef een like als dat zo is. Had je nog vragen hierover? Het is dus los wel, het staat gepland. Maar per week kunnen ze wel verschoven worden. Dus het is niet van, ja, we willen geen zin aan duimpje met, het wordt 30 graden en wij gaan dan duimpje met een gehaktbal eten. Nou, dan kan het zijn dat er toch iets anders in het lijstje wordt. Maar dat, dat is gewoon los, zeg maar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like als dat zo is. Geef een abonnering als je nog niet geabonneerd bent. En geef een luid tegen de bel. Dank jullie wel voor het kijken.